Drie islamitische gemeenteraadsleden uit Roermond, Venlo en Eindhoven stappen naar de rechter. Zij zijn het niet eens met het wetsvoorstel van de Tweede Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. Ja, dat klopt, omdat wij dus dat besluit van de Tweede Kamer eigenlijk een beetje een hypocriet besluit vinden. Want het gaat hier om vrijheid van religie. Kijk, dierenwelzijn is ook in de islam echt heel goed geregeld. Dus kijk, als ze aan de dierenwelzijn willen werken, dan moeten ze echt kijken hoe die transporten allemaal verlopen. Want daar doen echt, er is echt heel veel dierenleed. Maar ze gaan nou echt puur bij die moslims gaan ze weer dat gedeelte weghalen. En dat vind ik onterecht. Het halal slachten, uiteindelijk gaat het dier toch dood. Halal of niet halal. Maar wat het dier leidt, dat kan je niet precies onderzoeken. Misschien is het die elektrische shock wat hun willen uitvoeren nog pijnlijker dan het halal slachten. Dat kan je niet weten. Zouden ze dat eens goed moeten onderzoeken? Ja, ik vind dat ze in plaats van het verbod tegen halal slachten, gewoon die slachthuizen die het niet goed doen moeten aanpakken. En niet dat ze gelijk een verbod tegen het halal slachten moeten doen. U stapt nou naar de rechter. Wat verwacht u daarvan? Nou, wij hebben advocaten in de arm genomen. Dat zijn hier in Roermond. Die gaat echt alles uitzoeken naar de mogelijkheden. En wij hebben op dat moment ook heel veel steun van alle raadsleden, heel veel raadsleden in heel Nederland. En dat wordt steeds groter. Dus als Tweede Kamerleden niks willen doen, dan willen de raadsleden toch wel een poging wagen om heel ver hierin te gaan.